val met wrijving. Een vrije val, dan is het alleen de zwaartekracht. Maar bij een val met wrijving, ja, dan moeten we ook de luchtweerstand in rekening brengen. En ja, dan hebben we dus de regel dat als de snelheid toeneemt, de luchtwrijvingskracht ook toeneemt. Met als gevolg dat de versnelling afneemt. Dus een val met wrijving zal steeds minder hard versnellen. Hij zal niet langzamer gaan, de versnelling neemt af. Betekent dus dat de snelheid steeds minder snel zal toenemen. En op een gegeven moment komen we zelfs zover dat de versnelling helemaal nul is. En dan blijft mijn snelheid constant. Nou, die snelheid, dat noemen we de eindsnelheid. Die is afhankelijk van het voorwerp. Probeer het niet zelf te doen. Jouw eigen eindsnelheid als je springt, die is op zijn minst 255 km per uur. Nou ja, het vallen is dan op zich niet zo'n probleem, maar het neerkomen. Hoe zit het nou echt met die krachten bij een val met wrijving? Nou, we zeiden al, we hebben niet alleen de zwaartekracht, en die trekt het voorwerp omlaag. We hebben ook een luchtwrijvingskracht, en die werkt juist weer omhoog. Dus die twee gaan elkaar tegenwerken. Resulterende kracht, Frs, is dus gelijk aan Fz min Fw lucht. Nou, laten we eens maar een keer die formules gaan invullen. Frs, dat is MLA. Die is dus gelijk aan MLG, dat is de zwaartekracht. En ja, dat eerste stukje is dus precies hetzelfde als wat je zou hebben bij een vrije val. Maar dan komt er nog een min achteraan. En daar staat een half ACWV kwadraat. Dat is de formule voor de luchtwrijving. Ja, en daar zie je in dat als V gelijk is aan 0, dus dat is waar je het voorwerp loslaat, dan staat er gewoon, ja, F, MLA is MLG min 0. Dus dan is het gewoon een vrije val. Ja, hoe meer de snelheid gaat toenemen, hoe groter die luchtwrijving gaat toenemen. Dus in het begin is A is gelijk aan G, maar daarna zien we dus als die V gaat toenemen, op een gegeven moment gaat die Frs telkens verder afnemen, net zolang tot de uitkomst voor A gelijk is aan 0. Ja, dan gaan we niet verder. Zou je nog weer laten afnemen, zou je nog laten afremmen, ja, dan zou je dus eerst de snelheid nog verder toe laten nemen, dan was er een versnelling neus geworden. Dat kan niet. Dus, op een gegeven moment kan V niet verder toenemen. Maar let dus op, dan zal die dus ook niet afnemen. We gaan dan met een constante snelheid naar beneden. Hoe ziet dat er nou uit in een VT-diagram? Nou, als we het vergelijken, dit is het VT-diagram van een vrije val. Dit is die van een val met wrijving. Als je hem helemaal netjes tekent, dan moet de oppervlakte onder de twee gelijk zijn. Dat is hij nu even niet. Het gaat hier even om een schets. Val met wrijving. Let erop dat die begint als een vrije val. Dan gaat de versnelling afnemen. En dus dan neemt de snelheid minder snel toe. En op een gegeven moment komen we bij een constante eindsnelheid. En nogmaals dus, als de hoogte gegeven is, dan moet de oppervlakte ook kloppen. Houd er even heel erg rekening mee dat mocht je zo'n vraag krijgen als deze, dat je nooit de rode lijn boven de blauwe uit laat komen. Want dat is absoluut fout. Dat zou namelijk betekenen dat je met wrijving sneller zou vallen dan zonder wrijving. En dat kan natuurlijk niet.